Gisteren hebben wij het over deze vriendelijke vriend gehad, de wervelkolom. En we hebben er een begin mee gemaakt. We hebben er een hele rij aan namen hebben we erbij gezet. En ik heb een aantal vragen. En als het goed is, weet je ze nog. Bart, eerste wervel. Dat was de Atlas. Atlas, inderdaad. Goed, klopt. Quinty, tweede wervel. Dit was de Atlas. De drager van de wereldbol. De tweede is... begint ook met de A. Axis, inderdaad. Ja, Axis. Er is ook een fysiopraktijk, die heet Axis. Ik weet even niet waar die zit. Loopt een van jullie daar stage of is dat een tweedejaars? Tweedejaars blijkbaar in je gezicht te zien. Oké, goed. Daarna, hoeveel nekwervels, Alyssa? Zeven. Zeven nekwervels. Ook wel, hoe noemen we ze ook wel, die nekwervels? Gertco? Zeven. Cervicaal. Hoe kort we ze af, Guusje? Ja, welke... even kijken, ja, dan vervolgens, hoeveel borstwervels hebben we, Laura? 12. Hoe worden ze ook wel genoemd, Manouk? Thoracaal, heel goed, Guusje. Kun je wel de letter, weet je die nog wel, Manouk? T. T, heel goed, ja. Goed, daarna hebben we, hoeveel lendenwervels, Wouter? Vijf. Vijf lendenwervels, hoe noemen we die ook wel, Aaron? Lumbaal. Welke letter? Lumbaal. De L, inderdaad. Heel goed. Goed. Die laatste twee botdelen, hoe noemen we ze, Isabella? Heiligbeen en staartbeen. Heiligbeen en staartbeen. Heb je de Latijnse namen voor mij, Ilse, alsjeblieft? Heiligbeen en staartbeen? Coccyges en... Het sacrum, inderdaad, ja. Goed. Welke nekwervel is het duidelijk meest duidelijk zichtbaar, Bozaïe? C. C. C1. C. Ja, C7. C7. Hoe krijg je die eruit getoverd? Laura? Ja. Zo? Ja. En dan de bovenste. Kin op de borst. En dan de bovenste? Ja, of degene die er het meest? Ja, uitsteekt. Degene die er het meest uitsteekt, inderdaad. Ja. Soms is er nog eentje die er een beetje uitsteekt. Welke is dat dan, Jamie? Oh, je T1. T1 inderdaad, ja. Hoe heet het gewricht tussen het bekken en de wervelkolom? Jamie, die wist je. SI. SI gewricht inderdaad, ja. Dan, Kaya, was jij er gisteren tijdens de anatomie? Ja, dan mag jij de vraag, wat is een scoliose? Een lastige vraag. Jannik, wat is een scoliose? Wouter? Ja, maar kun je, misschien lastig, maar kun je de sowieso, kun je dat even Latijn maken? Waar gaat de kromming dan heen, naar? Sinister of dexter. Sinister of dexter, inderdaad. Ja, ja, dus een kromming van de wervelkolom naar sinister of naar dexter, naar rechts of naar links. Naar lateraal, maar dat is nogal rechts lateraal, links lateraal, zou je er zelfs nog van kunnen maken. Goed, dan even kijken, wie hebben we nog niet gehad? Die er gisteren wel waren. Nou, hebben iedereen gehad. Dan doe ik de vraag, gooi hem maar gewoon de lucht in. Wat is een lordoze? Gerko? Deel van de wervelkolom dat naar voren buigt. Ja, deel van de wervelkolom dat naar voren buigt. Het is trouwens nog een mooie nette volzin inderdaad. Ja. Het deel van de wervelkolom dat naar voren buigt. En dat zit dan op welke delen? De nekwervels en de lendenwervels. De nekwervels en de lendenwervels. Oftewel in... C en een L. Die hebben de lordoze. Wat is een kyphose? Jamie? Maar dat is dan thoracaal wat dan naar achter gaat. Ja, dat is dan thoracaal wat naar achter gaat. Oftewel die kromming die dan naar achter gaat. Klopt. Goed. Nou, dat weten we. Neem even de tijd om desnoods hier even die antwoorden erbij te schrijven. En dan is het alleen maar makkelijker met jullie. Thank you.
voor degene die er gisteren niet waren, is dit nog nieuw. Maar dat, kijk de video terug en het is iets minder nieuw, denk ik. Goed, daar gaan we. We weten nu de wervelkolom in zijn geheel. Maar we weten ondertussen ook dat de wervelkolom bestaat uit 7, 12 en 5 losse wervels. En naar die losse wervels hebben we nog niet gekeken. Dat is eigenlijk best wel een ingenieuze zaak. Oftewel, dat zit best lastig in elkaar. Maar het is wel belangrijk. We hadden gisteren de functie van de wervelkolom. Is ten eerste is het demping. Doordat hij die kyphos en lordozen heeft, kan het dempen. Kan het bewegen. Doordat het wervels heeft, kan het torderen. Hè? Torsie, dat is de beweging in de wervelkolom. Maar kan het ook een reflectie links en rechts afmaken. Staat er iemand? Ja? Vertel je, wat is er gebeurd onderweg? Vertraging. Zit jij normaal niet in dezelfde trein als Wouter? Ja, maar ik zat hier niet daarna. Oh, maar dan had je sowieso later geweest dan, denk ik. Nee. Ja. Maar had de trein dan vertraging of had je gewoon een trein later? De trein ervoor had 20 minuten vertraging. Dus ik heb die daarna gepakt. Anders stond had de trein, jouw trein had 20 minuten vertraging, maar die had je dan toch kunnen pakken? Ja, maar dan stond 20 minuten in de kou te wachten op het station. Langer. Dat je wel tijd gehad. Mevrouw. Goed, dus er is beweging mogelijk en uiteindelijk beschermt deze wervelkolom, die losse wervels, beschermen al die zenuwen die je toch wel heel erg hard nodig hebt. We gaan eens kijken naar die losse onderdelen. Ik heb het makkelijker gemaakt dan dat het daadwerkelijk is. Dus je hoeft van mij, die onderdelen van de wervels, hoef je van mij niet de Latijnse namen te leren. Je hebt het vorig jaar moeten doen. Ik heb daar van de week nog eens kritisch naar gekeken. Ik denk, wat is de winst daarvan? Ik kon het me eigenlijk niet bedenken. Ik denk, we hoeven het eigenlijk ook niet in het Latijn te weten. Het heeft geen functie voor jullie. Dus we doen het ook gewoon lekker niet. Maar ik wil wel dat je weet wat de Nederlandse versies ervan zijn. En, gaat iets niet goed hier zo? Geen idee waarom. Als het sluit zal het vast wel weer over zijn. Ja. Hier zie je eigenlijk één losse wervel. Oftewel, ik heb er hier eentje uitgetrokken. En die zie je hier vanaf de bovenkant. En eigenlijk hebben alle wervels, kunnen jullie het allemaal zien zo? Wel hè? Eigenlijk hebben alle wervels ongeveer deze vorm. Als je kijkt naar deze, zie je dat sommige die zijn wat dikker, sommige zijn wat dunner, sommige zijn wat breder, sommige zijn wat smaller. Maar uiteindelijk hebben ze allemaal herleidbaar deze vorm. Dat wil zeggen dat ze allemaal een wervellichaam hebben. En dat wervellichaam, dat bevindt zich hier. Ja, dat maakt uiteindelijk de kern van jouw wervelkolom, als je alle wervels bovenop elkaar zet. Achter die wervelkolom, daar zit een wervelkanaal. Als je je voor kan stellen dat je 7 en 12 is 19 plus 5 is 24 wervels op elkaar stapelt, en je hebt 24 wervellichamen op elkaar, en dus 24 keer zo'n wervelkanaal, dat daar een aardig kanaal ontstaat. Nou, wat gaat er door dat wervelkanaal waarschijnlijk heen, Alissa? Heb je een idee? Die lopen uiteindelijk uit je ruggen. Wie weet het? Uit je ruggenmerg, inderdaad. Dus jouw ruggenmerg, dat gaat hier zo broed, van boven naar beneden gaat het doorheen. En die zijtakken, dat zijn dan je zenuwen. Dus je zat het eigenlijk wel goed, maar niet helemaal. Ja? Dan heb je, om dat kanaal te maken, heb je daaromheen zitten een wervelboog. Nou, dat vormt zo'n mooi kanaal. Dat is dan mooi afbeschermd met bot. En dat zorgt ervoor dat het ruggenmerg dan ook een beetje veilig zit, beschermd zit. Maar dat is dus een functie van de wervelkolommen. Dan heb je aan de achterkant heb je een doornuitsteeksel. En die doornuitsteeksels, die kun je bij jezelf kun je heel makkelijk voelen. Maar als iemand zonder shirt zichzelf krom maakt op deze manier, dan zie je allemaal die puntjes op de wervelkolom. En wat je dan ziet, zijn eigenlijk al die doornuitsteeksels. En die doornuitsteeksels, hier zie je ze helemaal makkelijk. En hier kun je ze ook voelen. Maar je kan ze bij jezelf ook voelen. Lumbaal lukt dat wat minder. Hè, omdat ze daarin wat meer in een lordose zitten, dus wat meer naar voren. En daar zit er soms nog wel eens een dikke rugspier overheen. Maar zeker thoracaal kun je ze makkelijk voelen. Cervicaal
lukt het C7, maar vanaf C7, C6 misschien nog net, maar daarna moet je heel hard gaan duwen en is het ook niet meer zo lekker. Dus ze zijn niet overal even goed voelbaar. Maar als je met je rug zo van boven naar beneden over die rand van je rugleuning van de stoel gaat, dan rol je dus over die dorenuitsteeksels. Ja? Dan aan de zijkant zitten de dwarsuitsteeksels. En die dwarsuitsteeksels, die kun je bij jezelf voelen, lastig. Lastig. Als ze daadwerkelijk volgende periode met de anatomie in de praktijk bezig gaan, oftewel, ja, Tiffy, het klopte wat ze zeiden, dan sta je hier in aangepaste kleding inderdaad, dan zullen ze ook zeker heel even gaan voelen. Want het is in ieder geval goed dat je dan een beeld hebt hoe het er daadwerkelijk uitziet. Ja? Zoals ik al zeg, dit is een losse wervel en uiteindelijk gaan ze allemaal keurig netjes op elkaar stapelen. Deze donkere halve maatjes die je hier ziet, die zie je op de volgende dia. En waar zie je die? Dat zijn deze halve maatjes. De foto is wat onduidelijk, maar het is de duidelijkste foto die ik kon nemen. Maar dit is dus, net keken we van boven op die wervel en zag je dus het wervellichaam. Het wervelkanaal wat hierin zit. Vervolgens zag je de doornuitsteeksel en hier zie je de dwarsuitsteeksel. En hier zie je eigenlijk een vlakje. En dat vlak, op het moment dat je wervels op elkaar gaat stapelen, gaan wervels elkaar natuurlijk raken. Nou, waar gaan ze elkaar op raken? Ze gaan elkaar raken op dat wervellichaam, waarmee ze contact hebben. Want dat is eigenlijk dus het meest grote contactvlak. En ze raken elkaar aan met hier zo, dit vlak, en dat contact dan met degene die daaronder zit. Met als gevolg dat er steun en stevigheid is, maar dat er ook bewegingsmogelijkheid is. Volgens mij is die man verdwaald. Dan moet hij toch gewoon hiernaast zijn. Ja? Dus net hadden we een bovenaanzicht, dat zie je hier. En deze halve maatjes die je daar ziet lopen, dat zijn dus de rakkers die je hier dan dus ook weer ziet. Nou, als je dan verder gaat kijken, dan zie je hier aan de linkerkant zie je het wervellichaam, het wervelkanaal, wat in dit geval opgevuld is met je ruggenmerg, zie je die dwarsuitsteeksels, waar in het geval wat Alissa net zei, die zenuwen dus langslopen. En dan weet je dus ook gelijk de functie van die dwarsuitsteeksels. Dat is dus het beschermen van het eerste stukje van die zenuw, want dan zitten ze nog in de oppervlakte. Daarna gaan ze vaak je lichaam in. Dus dit eerste stukje moeten ze beschermd worden. En hier zie je, duidelijk zichtbaar, dat dorenuitsteeksel. Ja? Nou, als je ze dan een paar op elkaar stapelt, zie je hier het effect. Je hebt wervellichaam, 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 dwars, 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 aan de achterkant de doorn en het ruggenmerg, dat gaat er doorheen. Die wervellichamen, die staan niet zomaar op elkaar. Dat kan niet. Dat is bot op bot. En we hadden al gezegd, in het gewricht zit er dan meestal kraakbeen tussen, om ervoor te zorgen dat bot op bot geen slijtage gaat geven. Omdat die wervelkolom nog meer beweegt en ook heel veel druk heeft, want continu staat mijn lichaamsgewicht hangt in mijn wervelkolom, hebben ze daar vanuit vroeger, God, Allah, weet ik veel wie ons gemaakt heeft, heeft daar tussenwervelschijven tussen bedacht. En daar is eigenlijk verrekte handig. Want die tussenwervelschijven zijn eigenlijk een soort van, je zou het kunnen noemen, gelkussentjes. Dit was van die kussentjes, die kun je op je zitting doen en dat wiebelt dan een beetje. Er zit dan lucht in. Eigenlijk is een tussenwervelschijf is niet heel veel anders. Een tussenwervelschijf, en dan sla ik even deze over, ziet er als volgt uit. Wervellichaam, tussenwervelschijf, wervellichaam, tussenwervelschijf. En de buitenkant van zo'n tussenwervelschijf is bindweefsel. Bindweefsel is stug, dus dat geeft die tussenwervelschijf geeft die wat kracht en wat trekkracht. En in het midden zit dan de kern, oftewel een beetje een gelachtige substantie. En die zorgt ervoor dat het een beetje klap op kan vangen. Dus het is sterk door het bindweefsel en het is schokbestendig door die kern. En zolang het hier zit, op deze plek, is het sterk. En is er niks aan de hand. Totdat je een hernia krijgt. En dan heb je een probleem. Wie weet er wat er precies gebeurt op het moment dat je een hernia hebt? Jij lacht bij een hernia. Nee. Oh, oké. Okay. Wat is een hernia? Als je graag weet of
Dus het kraakbeen versleten. Maar ik zie hier, op deze afbeelding zie ik geen kraakbeen. Dus misschien dat je het woord kraakbeen voor iets anders kan vervangen. Bindweefsel. Ja. Er zit een probleem in dat bindweefsel. En dat is niet zozeer versleten, maar het is kapot. En wat is er eigenlijk gebeurd? Door een gekke, rare beweging, door te zwaar tillen of door een rare beweging in een eindstand te maken, waardoor dat bindweefsel zegt, ik kan niet verder meerekken. Oké, we gaan toch verder, prima, dan scheur ik, net als een enkelband, net als een knieband. Dan komt er een klein scheurtje in dat bindweefsel. En wat zegt dat, die gel, die kern, leuk, een uitgang, we gaan eens even kijken. En dat komt dan naar buiten. En op het moment dat dat naar buiten komt, dan drukt het eigenlijk vrij snel, omdat er ook niet echt heel veel ruimte is, tegen een zenuw aan. En dan krijg je de symptomen die mensen met een hernia vaak hebben. Die hebben een tintelend been of een tintelende arm, of die hebben minder gevoel of die hebben minder kracht. Ja, dat klopt. Want die zenuw is hetzelfde als een tuinslang. Als je op een tuinslang gaat staan, komt er aan het einde echt minder water uit. En hoe harder je gaat staan, hoe minder water eruit komt. Nou, en dat water is dan gevoel of kracht. Dus wat gebeurt er met zo'n hernia? Druk op die zenuw. Wat moet er dan gebeuren? Ja, dat spul dat moet weer terug naar binnen geduwd worden. Nou, dan moet je aan geopereerd. Even kijken. Ik had nog deze afbeelding. En hier zie je vanaf de zijkant zie je eigenlijk die wervelkolom. Je ziet dat. Welk deel van de wervelkolom is dit, Laura? Doe eens even alsof een antwoord. Dat weet je. Welk deel van de wervelkolom? Thoracaal. Lumbaal. Wat is dit? Laura, wat is dit? Oh. Ja, ondertussen weet je, hebben ze het antwoord al geroepen. Nee, dus maakt het uur. Wat is dit dan? Ja, dat is het heilige been. Het is het heilige been. Het is je sacrum inderdaad. Dus dan heb je die vijf lumbale wervels. Ja, dat zie je ook, want hij kromt ook naar voren. En anders had de kromming wel naar achter gegaan. Maar wat je ziet de wervels. Je ziet de tussenwervelschijven. En hier zie je die gewrichtjes eigenlijk in de wervelkolom. Het zijn facetgewrichten, naam hoef je van mij ook niet te onthouden, maar die zijn daar. Ja, en die zorgen er dus voor dat jouw wervelkolom stevig is, steun geeft, bescherming geeft en vering geeft. Daar zorgen deze bij elkaar zorgen ze daarvoor. En daar moet je voorzichtig mee zijn en daar moet je goed voor zorgen van je rug. Wie heeft er van jullie als rugklachten? Regelmatig rugklachten, moet ik het zo zeggen. Ja? Wat heb je dan, Matthijs? Schouderblad en onderrug, ja, van het lange, van het duiken waarschijnlijk. Ja, ik weet niet waar dat komt. Nou ja, goed. Het is wel los van elkaar, het is niet tegelijkertijd. Nee, maar goed, als jij in actie komt, dan ga je meestal zo en dan daarna op de grond. Ja. Dus de klappen die er op jouw lijf komen, zijn op je schouder en dus je schouderblad en op je onderrug. Maar ik wil onderrug wel erg. Ja. Ja, snap ik. Wat heb jij? Regelmatig? Ik heb regelmatig dan zo'n lange spier in mijn rug verrekken. Ja. En hoe kan de snelle beweging in mijn rug maken. Ja, precies. Dus dat is niet zozeer je wervelkolom, maar het zijn meer de spieren eromheen in jouw geval. Je gaat wel eens naar een manueel therapeut, naar een fysio, en die laat zich dan even recht zetten. Ja, precies. Hartstikke goed. Niks mis mee. Even kijken, hebben ze nou allemaal gehad? We hebben gehad. Eén enkele wervel ziet er als volgt uit. De Nederlandse namen moet je wel degelijk kennen. Dit is het zijaanzicht, waarin je kan zien dat hij contact heeft met de buurman of zijn bovenbuurman en zijn onderbuurman. Waarom heeft hij dat? Omdat hij dat ruggenmerg, dat moet hij beschermen. En die zenuwen moet hij uiteindelijk ook beschermen, want dat is toch wel redelijk vitaal. Die tussenwervelschijven, die zijn ervoor om de klappen op te vangen en ervoor te zorgen dat je ook kan blijven bewegen. En dat is dus, je kan het vergelijken met kraakbeen, je zei het woord kraakbeen, maar eigenlijk is het wel te vergelijken. En hier zie je dat het keurig netjes bij elkaar opgestapeld is. En op het moment dat jij een keer je onderrug vastzit, wat zit er dan eigenlijk vast? Dat zijn dan deze gewrichtjes, die facetgewrichtjes. Die zitten dan vast. Oftewel, die zijn één kant wel opbewogen en die zijn daar volgens vast gaan zitten en die zijn eigenlijk niet meer teruggeschoten. Een gezonde rug beweegt in en draait weer terug. Maar op het moment dat jij je rug ergens vastzit, wil dat zeggen dat het ingedraaid is en die facetgewrichtjes niet meer op hun plek zitten. En dan ga je naar een manueel therapeut, of als het niet zo erg is, ga je naar een fysiotherapeut. En die draait dan een keer in een stand waarvan je zegt van, hé, maar zo ver kan ik niet. En dan knakt hij dat facetgewrichtje weer los. En dan schiet het als het goed is weer terug op zijn plek. En dan zegt hij, doe wat oefeningen om het soepel te houden. Oftewel, doe wat oefeningen om die facetgewrichtjes
soepel te houden en dan voorkom je de volgende keer de klachten. Nou, dit is die tussenwervelschijf. Daar moet je voorzichtig mee zijn, want je hebt er maar één. En anders krijg je een hernia. Yes? Vragen? Niet? Dan even kijken, als het goed is, om de volgende les anatomie. Dan... De volgende les anatomie, dat is volgende week maandag. Dan gaan we het hebben over de hand. We sluiten hiermee dan dus ook de wervelkolom af. Maar ook dat stukje osteologie, hoe het bot opgebouwd is. Dus ik ga er wel van je verwachten, volgende week de derde les, dus dat is volgende week woensdag, krijg je van mij de mogelijkheid om een halve punt bonus op je eindcijfer te scoren. Dat wil zeggen dat je van mij eigenlijk gewoon een blaadje voor je krijgt met een berg aan vragen. En ik ga er een andere normering onder leggen dan vorige keer, want toen moest je alles goed hebben. Dat ga ik deze keer niet doen, maar dat het hoog gaat zijn, dat je 95% goed moet hebben. Dat in ieder geval. Ga ik je vragen geven. En als je dat goed beantwoordt, dan kun je een half punt bonus bij je eindcijfer krijgen. Nou, dat doe ik dan later nog een keer, oftewel 2 weken later doe ik dat nog een keer. Van de hand gaan we alle bordjes leren. Dat heb je vorig jaar niet gehad. Maar alle bordjes die hier zo in de handwortel zitten, die gaan we uiteindelijk leren. En datzelfde gaan we doen met de voet. Dat is een lastige klus. Daar moet je even wat tijd voor nemen. Dus ik ga je adviseren, ga ditgene wat we nu gehad hebben, vast leren. Doe dat. Kijk die film terug. Leer je aantekeningen. Stel je vragen aan mij. En dan moet het denk ik wel goed. Je weet nu dat anatomie lastig is. En dat die toets lastiger is dan dat je denkt. Yes?